weer zo'n goed nieuwe vlog. Ik ben net wakker. Ik heb net mijn wekker af laten gaan. En mijn volgende wekker gaat volgens mij zo meteen alweer. Want volgens mij zijn we alweer een kwartier verder. Maar ik heb even social media gecheckt. Ik heb even rustig wakker geworden. Zo, sorry van die gaap. Maar ik ga me nu omkleden. Ik ga boterham eten. Ik ga iets eten in ieder geval. Ik weet niet of ik boterham ga eten. Ik ga iets eten. En dan komt er eigenlijk om 11 uur de coaching. Maar ik moet nog wel uitprinten. En dan ben ik om 12 uur klaar met coaching. En dan heb ik om 1 uur de diëtiste staan. Tot half 2. En dan heb ik om 2 uur een afspraak staan. Met een hele leuke vriendin. Dus zo ziet ongeveer mijn planning eruit vandaag. Ik weet dus niet wanneer ik ga filmen, hoe ik ga filmen. Ik denk tussen coaching en de diëtiste in. Want tijdens coaching ga ik niet filmen. Dat ga ik jullie niet aandoen. Dat ga ik mezelf niet aandoen. En ik denk dat ik na coaching of na de diëtiste nog even ga filmen. Als ik onderweg ben naar een vriendin, die vriendin. Maar dat zullen we allemaal zien. Ik ga me nu in ieder geval mijn bed hijsen. Ik heb nog een beetje ruim gepland, dus daarom. Want ik moet ook nog eten van tevoren. Maar we zullen allemaal zien. Ik moet nog echt nog even wakker worden. Ik heb wel lekker geslapen. Dus ik hoop dat jij ook lekker hebt geslapen. Ik hoop dat jij... Zo, sorry. Sorry. Ik hoop dat jij een leuke dag voor de boeg hebt, wilde ik zeggen. En dat je leuke dingen op de planning hebt staan. Met leuke mensen om je heen. En hopelijk zie ik jou zo meteen. Ik heb mijn jas aan en ik ben onderweg naar de diëtiste. De coach is net geweest voor de coaching. En ze heeft me even door mijn afgelopen week geholpen, zeg maar. Ik maak namelijk iedere week een weekplanning. En daar vul ik in wat ik die week heb wat ik die dag heb gedaan, zeg maar. Wat voor cijfer ik die dag heb gegeven. Wat er die dag gebeurd is en hoe ik me die dag heb gevoeld. En zo heb ik haar even door mijn planning heen gepraat. En heeft zij me op struikelmomenten geholpen. Met bepaalde omstandigheden, zeg maar. Stel, ik heb ergens troubles mee gehad of wat dan ook. Dan kon zij me daarbij helpen. Of als ik heel even niet wist wat een trigger ergens voor zou zijn. Dan hielp ze me daar ook bij. Dus zodoende. En een heel fijn gesprek gehad dus eigenlijk. En ik ga nu lekker onderweg naar de diëtiste, dus ik zie u straks. Ik heb een pyjama aan. De lamp is aan en het is inderdaad donker. Ik heb niet meer gevlogd afgelopen dag. Dat komt omdat ik na de diëtiste niet helemaal meer in mijn hum was. En dat komt omdat de weegschaal even een realisatie liet zien wat mijn lichaam de afgelopen maanden heeft doorgemaakt. En dat is dat er 2 kilo af was. Dus... niet helemaal wat ik had gehoopt. Wel ergens iets wat ik had verwacht. Maar verwachten of hopen is toch net iets anders. Dus het was toch even een tegenslag. Vervolgens ben ik naar Rookie gegaan. Want daar zou ik vandaag naartoe gaan. Daar ben ik ook geweest. Deze was helaas. Er was helaas iets tussen gekomen. Dus dat ging uiteindelijk niet door. Toen ben ik daarna naar Rick gegaan. Heb ik daar nog heel even gechilled. Heb ik daar mee avond gegeten. En... nu kreeg ik een subject van Gabi binnen. Dus we hebben gewoon een rustig dagje gehad. Rustig, niet heel veel speciaals eigenlijk. En gewoon even quality time gehad met z'n allen. Dus dat was eigenlijk mijn dag. Ik ga nu wel meteen slapen, want ik mag morgen weer werken. En anders ben ik morgen niet fit. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken van de vlog van vandaag. Heb je genoten van de vlog van vandaag? Dan druk even een blauw duimpje omhoog. Druk even de rode knop hier beneden om te abonneren. En druk heel veel belletje om te geven mee te horen als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een goed nieuwe vlog. En tot die tijd wens ik jou al het geluk van de hele wereld. En hopelijk heb je een leuke dag voor de boeg. Doeg! En druk even het belletje om dat te geven. Om altijd...